Jean-Pierre Verrossum, u was hier enkele weken geleden ook al eens te gast. En toen hadden we u beloofd dat u mocht terugkomen om uw licht te laten schijnen op de economische crisis. Hè. Dat houdt u erg bezig. U heeft ook economie gestudeerd. Ja. Wat moet er volgens u gebeuren? Heeft u een oplossing? Je moet eerst, eer je iets kan doen, moet je weten wat zijn de oorzaken van de crisis. Mm-hmm. En dat is wat ik betreur in onze politiek. Wij hebben eigenlijk maar twee goede economen in het parlement zitten. Dat is onze premier en dat is Frank van den Broeke. Jammer genoeg zijn dat geen macro-econoom. Hij is er niet bij. Ik ben bedrijfseconoom. Dat is niet de goede soort. Wat is een economie? Ik kan een economie vergelijken met een horloge, waarin de allemaal radertjes op elkaar inwerken. En dat uurwerk blijft gewoon lopen, totdat dat uurwerk een enorme schok krijgt. En dan duurt het zeer lang eer dat het weer opnieuw loopt. Wat is dus een enorme schok? Dat is, men moet zich dat realiseren. Dat is een eerste keer gebeurd in 1929 met de beurskracht. Dan met de aardolieprijzen die vervijfvoud werden in 1974. En dan nu. Je moet je realiseren in een klein land als België, men kan het niet juist uitrekenen. Maar er is tussen 90 en 180 miljard geld in rook opgegaan. Tussen 90 en 100. Nee. Tussen 90 miljard en 180 miljard is in rook opgegaan. Ons nationaal product is maar 330 miljard. Als je in weet, rook opgegaan. Ja. Als jij een aandeel had van 35 euro van Ford, het is nu nog 1 euro. Ja. Die 34 euro ben je voor eeuwig kwijt. De drie topbanken waren 100 miljard euro waard en nu nog 10. Ja. Dus al dat geld is er is dus verdwenen. Een massa geld weggegaan. Er ontstaat dan overproductie. Nu, om de overproductie tegen te gaan, wat moet je doen? Dat wil zeggen, de private koopkracht blijft in gebreken. Dus dan moet ofwel buitenlands koopkracht aangevoerd worden, ofwel koopkracht geïnjecteerd door de overheid. Mm-hmm. We zitten echter midden in de globalisering. Hè? De landen worden allemaal nauwer met elkaar betrokken en we zitten met een synchronisatie van het crisissen. Maar wat zou u doen als u premier was? Stel u voor. Ja, je moet eerst. Dus de enige oplossing is, er moet die koopkracht die weg is, moet de overheid er weer in pompen. 180 miljard. Nee. Neem dat nog maar 90 miljard is. Hè. Dat is een cijfer dat ondenkbaar veel is. Ja. En waar gaat ze dat geld halen? Maar ik denk dan aan één voorbeeld. Niet dat het nog toepasselijk is nu. Maar in Nazi-Duitsland. Duitsland is het enige land dat de crisis van de jaren 30 overwonnen had in 38. Al de andere landen hebben het maar kunnen oplossen door de wereld toe. In Duitsland was er een heel merkwaardig figuur. Zijn naam is Hjalmar Schacht. Het is de man die de hyperinflatie gestopt heeft in het jaar 24. Die president van de Duitse Rijksbank was tot jaar 30. En dan opnieuw in 33 door Hitler opnieuw aan het hoofd werd gesteld van de Rijksbank en minister van Economische Zaken. En wat was zijn remedie? Hoe pakte hij het aan? Dus het probleem was, er was toen maar 150 miljoen Rijksmark niet meer in kas van de Nationale Bank. Dus niks. En toch heeft hij daarmee 7 miljard openbare werken, 7 miljard Rijksmark openbare werken gefinancierd. En heeft hij daar 12 miljard bewapening voor Hitler mee gefinancierd. Ja. 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 Maar we gaan geen oorlog op uittrekken. Maar welke conclusie moet je daar uittrekken? Maar wat was het? Keynesianisme. Hij had een soort monitoring-systeem eigenlijk. Nee, waar haalde hij dat dan? Dat is het. Hoe kun je, als je maar 125 frank in portefeuille hebt, hoe kun je dan een keer 7000... Alleen jij kunt dat uitleggen volgens mij. Er is niemand anders in België die dat kan uitleggen. Hij had één ding goed verstaan. Als wij nu massaal openbare werken zouden laten doen, wat gaat er gebeuren? Wij moeten als overheid geld lenen, hè? Of we moeten geld bijdrukken, dus de inflatie stijgt, de interesse stijgt en het systeem werkt niet. Hè? Het plan van Obama om $700 miljard te pompen in de economie, dat is nota bene verhoudingsgewijs 3 keer minder dan wat dat Schacht in de economie pompt, dat kan nooit marcheren. Hoe heeft hij het dan wel gedaan? Hij heeft iets, en dat is de kern van de zaak, en daar moet je de oplossingen vinden. De kern van de zaak is, oké, we gaan geld erin pompen,
maar we gaan het nu niet betalen. Oh. Ja, maar dat heeft hij gedaan. Hij vond een systeem uit met UFA-wissels en met MEFO-wissels, die maar betaald werden 5 jaar later. Dus je vraagt aannemers om openbare werken te doen en je en zegt... ze moeten maar zelf instaan voor de financiën. Dat was wat dat hij deed. En over 5 jaar je kunt ermee lachen, maar het heeft gewerkt omdat een totalitair regime gaat. Wat moeten we nu doen? Je moet dus goed realiseren, er is geen oplossing voor de crisis onmiddellijk. De crisis is een wereldcrisis. Van alles wat wij produceren... 30%, 33% van wat we produceren, produceren wij voor de wereldmarkt. Mm-hmm. In 1974, bij de vorige crisis, was dat nog maar 1/7, nu 1/3. Dus de oplossing is een multinationale oplossing. Dus Europa moet in zijn geheel naar een oplossing. Maar de oplossing ligt in ieder geval in een mechanisme waar je massaal openbare werken uitvoert en ze niet onmiddellijk moet betalen. Maar is dat een realistisch plan? Dat kan je doen. Dan gaan die aannemers toch failliet? Ja. Ja, nee, die kunnen gaan lenen bij de bank, want die hebben staatswaarborgen. Ja, maar daar is nu een probleem, dat de kredietverlening van de banken aan de economie en aan de gezinnen niet op gang komt. Daarom duurt ik de wil daarover spreken met mensen die er iets over kennen. Jullie zijn politici, jullie weten niks. Maar je gaat toch niet ontkennen dat de kredietverlening van de banken aan gezinnen en bedrijven niet op gang komt. Het gaat nog even verder uitleggen.